Dit keer een filmpje over analoge fotografie, waarin ik toon hoe je een filmpje kunt laden in een analoog fototoestel zoals deze. Dit is een Nikon FM. Te herkennen aan het feit dat er geen opschrift vooraan is. Bij de FM2 staat hier FM2. En ook bij de FM3A is hier een aanduiding van modelnummer. De FM, de eerste in de reeks, heeft dat niet. Die heeft hier wel FM staan. Deze aanduiding is het filmoppervlak. Dus dit is eigenlijk als je metingen uitvoert van scherpte, diepte en dergelijke meer, doe je dat vanaf dit punt. De werking van dit toestel heb ik op zich al besproken. Hier stel je sluitertijd in en hier stel je diafragma in. Dit is een filmpje van bij HEMA, ISO 200, 36 opnamen, ISO 200. Een goedkope kleurenfilm. Als je analoog wilt fotograferen, het materiaal op zich is goedkoper, omdat zo goed als iedereen digitaal werkt. En voor een filmpje betaal je telkens, inclusief ontwikkeling, reken je best ruw geschat rond de 10 euro. Voor filmpjeontwikkeling en afdrukken van 9 op 13. Nu, naar het laden van de film. Dus hiermee wordt de film teruggedraaid op het einde. Nu, dit wordt ook gebruikt om de rug van de camera, dit deel, te openen. Door eraan te trekken. Zo uit te trekken. Maar bij deze camera is het nog gelokt, dus dan moet je deze hendel, opzij schuiven. En dan kun je deze eruit nemen. En als je daar nu verder aan trekt, dan popt de achterkant los. U er altijd van verzekeren dat er geen film meer geladen is als je dit wilt doen. Want als er op dat moment al een film geladen is, dan ben je dat en het frame ervoor en erna. En vaak nog veel meer frames kwijt, want alle frames die al geschoten zijn, zitten hier opgerold. Het frame dat klaar zit, zit hier, vangt allemaal licht op dat moment. Dit veert, dit drukt de film aan tegen de achterkant. Nu om de film te plaatsen, dus dit is het sluitergordijn. Daar niet aankomen. Om de film te plaatsen, schuif je die met de pin onderaan het gat bovenaan, die schuiven er zo in. En dat kan een klein beetje. Ja, dus die moet uitgeschoven zijn. Hè. Die schuiven er zo in. Die leg je zo. En dan neem je dit eruit. Zonder het sluitergordijn te geraken. En dit deel kan hier in een gleuf geplaatst worden. Dus je ziet hier, hier is een gleuf. En in die gleuf zit ook een pinnetje, dit pinnetje. En dit pinnetje moet hierin haken. Terwijl deze pinnetjes hier voor transport zorgen. Deze pinnetjes zullen uiteindelijk hier ook voor transport zorgen. Dit is sowieso verloren film. Dit is een volledig overbelicht. Maar dat heb je altijd. Je zult straks zelf zien dat er meer dan dat verloren gaat. Nu als we bij deze moet dit moet eigenlijk zo erin geschoven worden. Dus in die zin. En als je dan hier aan draait. Ja, ik ben hier wat averechts aan het werken, wat het op zich niet makkelijker maakt. Dus dat schuif je erin. Ik draai het een klein beetje aan transport. Ja, nu is hij vertrokken. En dan zorg ik, kijk, ziet de film zit daar goed. Hier nog niet. Ja, hier zit hem ook goed nu. Zo,
Zo zet hem klaar. Dus hier dit transport moet inhaken en dit moet vastzitten. Dan doe je de wand terug dicht. Je klikt die helemaal dicht. Dit gaat terug daar. Want dit mag je ook toedoen. En nu is het deze hendel. Dus zo is de camera ingeschakeld. Dat is deze indicatie. Dus nu werkt de lichtmeter. En als je nu ziet, dan zit je nu op de IS. Ik heb eigenlijk geen idee waar de IS voor staat. Ik heb de lensopper nog op. En dan kun je nu frame per frame een aantal frames, meestal zijn dat 3 frames. Daarvoor neem je, op zich maakt dat hier niet veel uit hoor, maar voilà, nu zit je op frame 0.